Waarom heb je die beelden gemaakt? Waarom hangen er webcams op de slaapkamer van een tienermeisje? Waarom stop je webcams in? Volgens mij had hij het ergens in een sokkela gedaan of zo. Er waren dus meerdere camera's op mijn slaapkamer. Dat wist ik vanuit het politieonderzoek niet eens. Dat kreeg ik in de rechtszaak te horen. En ik vond het super mooi om mijn zus tijdens de rechtszaak haar verhaal te zien doen. En om haar zo in haar kracht te zien en voor zichzelf op te komen. En nagedacht over een brief geschreven. Ondanks alle emoties die voorbij kwamen. Niet zeggen van, oh, dit lukt niet, ik stop. Wil kan iemand anders het doen? Nee, ik ga dit doen. En het maakt me niet uit hoe ik het doe, ik ga het doen. Lief luisteraar, lieve taboedoorbreker, welkom bij het tweede deel van de podcast over, nou ja, we hebben in de eerste podcast al een hoop besproken over jouw verhaal, lieve Naomi. Welkom weer, ook deze week. Dankjewel. We hebben het, ik heb net even een steen tegen de deur aangesmeten, de agressie. Maar wij hadden het over de rechtszaak en dat je krachtstenen bij had. Maar ik was eigenlijk benieuwd, hè, want je vertelde over, nou ja, ik had eigenlijk ook wel de boosheid dat ik denk, joh, ik pleur ze gewoon tegen jouw kop aan of zo. Maar inderdaad, hoe dat dan is. Want dan sta je opeens, dan zie je hem opeens. Mm. Je hebt hem natuurlijk in de hele tijd niet gezien. Nee. Want dat lijkt me ook iets doen. Ja, de hele rechtszaak doet wel wat. Ik heb gelukkig heel veel mensen opgetrommeld, familie en vrienden gevraagd om, ja, om er te zijn. Dat zou ik ook echt iedereen aanraden. En ja, dan zie je hem. Ja, dat is echt alsof er 800 kilo steen op je borst komt. Heel benauwd, koud, pijn, afschuw, verdriet, woede, agressie, alles komt voorbij. En ja, op een gegeven moment is er ook een moment dat ik en mijn zus ons verhaal mogen delen. Dus dan heb je een brief geschreven, dat mag je zelf kiezen of je dat überhaupt doet. En ja, als je het doet, of je het zelf doet of dat je advocaat het voor je doet. En we kregen zelfs nog de mogelijkheid om voor de zaal te gaan staan, maar ik had echt zoiets van, nou, Ik zat links achter van mijn oom. En ik vond het wel best dat hij moeite moest doen om mij te zien. In plaats van dat ik voor zijn neus ga staan. En dat, ja, hij ja, alles weer kan zien, zeg maar. Dus dat was ook nog een ding qua kleding. Van ja, ik ben graag sexy in het dagelijks leven. Maar daar had ik precies het tegenovergestelde. Mm. Ik wilde iets aantrekken waar gewoon niks zichtbaar in was. Geen huid, geen vorm van mijn borsten, geen vorm van helemaal niks. Dus daar begon het eigenlijk al mee 's ochtends. Ja, daar had ik dus alweer helemaal niet over nagedacht. Maar dit is dus wel hoe erg je dus al zo nadenkt. Ja. En ik snap het dus heel erg. Ja, ja, wat er allemaal gebeurt en voorbij komt. En wat heb je dan aan? Nou, ik had uiteindelijk een simpele broek en een trui aan. Hmm. Want ja, ik heb niet iets in mijn kast wat ik graag aan zou willen, zeg maar. En tegelijkertijd vraag ik mezelf op zo'n moment af van, ja, maar moet ik mezelf dan ook echt verstoppen? Ja, of moet je juist van, hey, sta er alsnog. Nou ja, ik ga dan natuurlijk niet mijn meest sexy jurk aantrekken. Dat is dan ook weer niet goed. Ja. Alleen, ja, wel gewoon mezelf zijn. Hmm. En nou ja, dan gaat zo'n rechter vertellen waarom we hier zijn. En de naam van de verdachte en de naam van mij en Deborah. En nou, dan komt er heel veel statisch eigenlijk, hè? De officiële gedeelte. Dan krijgen mijn zus en ik op een gegeven moment de kans om ons verhaal te delen. En die kans krijgt hij ook. Hij krijgt ook de kans om zijn verhaal te delen. Mm. En dat wordt natuurlijk een broodje poep gemaakt. Tenminste natuurlijk, voor mij is dat natuurlijk. Van ja, en ik was in de war. En er worden echt wel serieus directe vragen gesteld door die rechters. Er zitten 3 rechters in zo'n rechtszaak. Ja, in dit geval wel. Ja. Ja, niet altijd. Ja, in, ja, dit geval wel. En bij een zedendelict is dat sowieso, ja, volgens mij. Ja, meerdere rechters. En ja, als hij zijn bek open trekt, maakt niet uit wat hij zegt of wat eruit komt, dan heb ik echt een grote error. Met alles wat hij zegt. Maar sowieso de dingen die hij heeft gezegd. Weet je, dat hij opgewonden wordt van mij en mijn zus. En daar wordt hij dan ook op aangesproken door een van de rechters. Van, ja, vind je dat dan niet een beetje raar om opgewonden te worden van je kleine nichtjes? Oh nee hoor, zo bedoel ik het niet. Opgewonden, meer gewoon opgewonden. En dus, weet je wel, dan, ik weet niet eens wat hij zei. Zo'n onzin was het. Of hij vertelde dat die beelden, waarom die vraag kreeg hij ook. Waarom heb je die beelden gemaakt? Waarom hangen er webcams op de slaapkamer van een tienermeisje? Waarom stop je webcams in? Volgens mij had hij het ergens in een sokkela gedaan of zo. Er waren dus meerdere camera's op mijn slaapkamer. Dat wist ik vanuit het politieonderzoek niet eens. Dat kreeg ik in de rechtszaak te horen.
En toen legde hij uit dat ik altijd rugklachten had. Dat klopt, dat is waarheid. En hij had die camera's opgehangen in mijn slaapkamer, zodat hij kon zien of ik alweer mooi liep, ja of nee. En onder één... Hij had van een video had hij een foto gemaakt. En daar had hij als beschrijving bij gezegd mooiste gedeelte. Dus daar werd hij ook op aangesproken en gevraagd van wat is er dan het mooiste gedeelte. Ja, omdat ik hier weer kon zien dat ze weer recht liep. En terecht de vraag van de rechter was dan ook, waarom moet dat als ze naakt is dan? Dat kan toch ook met kleding aan? Ja, en ze was veel bezig met drugs en ze was veel weg. Dus ik zag haar bijna nooit. Dus op deze manier kon ik haar gezondheid in de gaten houden. Nou, dat zijn dus momenten waarop ik mijn krachtsteen in mijn handen heb en denk... Gozer, heb je wel eens gehoord wat een poppenkast er uit jouw bek komt? Jezus, maar als ik het goed begrijp, is er iets van schuld, excuses? Of is het gewoon, dit is de grote smoes geworden? Want, is er iets van een excuus geweest? Nou, want ik moet er zelfs over nadenken, dus wat dat betreft zal denk ik niet, nee. Al. Nee, maar omdat ik dan denk, ja, maar dan snap je, dan heb je ook niet dus eens door wat je hebt gedaan... Ja, dan probeer je alsnog maar die strafvermindering te krijgen. Dat is en that's waar hij mee bezig is, ja. Ja, en met strafrechtadvocaat natuurlijk. Ja. Ja. En mijn tante is ook heel zielig, hè. Want zij heeft toch niks gedaan. Nou, zat ze ik erbij? Vind, deze rechtszaak? Ja. Ik vind weten en wegkijken, vind ik gewoon meedoen. Ja. En vervolgens, als je het echt niet wist... en het dan nu te horen krijgt... en dan besluit, ik blijf bij deze man... Hé, hey, alle respect voor jouw keuze. Maar mijn keuze is daarop, ik hoef jou nooit meer te zien. Dat ja, maar ook nooit dat snap ik ook. Ik kan me ergens ook voorstellen dat je zo met elkaar... of zo een patronen of zo ook weer zelf... dat je toch bij iemand blijft. Ja, ik hoor het zo vaak. Ik kan het niet voorstellen zelf. Ik kan het niet voorstellen. Ik kan het niet begrijpen. Dat, ik wil het ook niet. Ik zou dat nooit... Weet je, als ik hier achter kom aan mijn vriend... ik ben de eerste die weg is. Maar... Ja. Ja, wij staan ook wel heel stevig in onze schoenen. Ja. Snap je wat ik zeg? Ja. Ik denk dat soms ook dat we niet weten hoe kwetsbaar iemand zelf is. Of in angsten of weet ik wat. Nou, ik weet het in deze wel. Mm. Ze heeft niks zonder hem. Dat vind ik heel heftig. Alleen, je hebt zo'n grote familie. Ja, ik zou toch niks kiezen dan dit. Want ja, ik kan ik het ook. Niet over mijn hart bekrijgen. Dan begin ik opnieuw. I don't care. Nou, dat maar is. Dat is wel de nuance wat je zegt. Als je stevig in je schoenen staat... dan heb je dat besef of ja. Dan vertrouw je op jezelf van... oké, hoe moeilijk die weg misschien ook weer is om naar boven te klimmen. Maar boven ga ik komen. Ja. En als je al denkt, ik sta hem beneden en zonder hem sta ik echt helemaal ergens. Maar ik snap jouw reactie heel goed. Ik zou dat hetzelfde hebben. Het is toch... En ook wat je voelt en er zit nog gewoon... Weet je, dat hadden we het over van... Hè, je bent nog boos en logisch. Ja, tuurlijk. Ja. En wie weet is dat ooit wel anders, maar ik snap het nu. Maar nu in ieder geval niet. Nee. Oké, maar dus geen excuses. Nee, ik kan me in ieder geval niet herinneren. Dus dan hoor je alleen maar 10 minuten speech met getetter en onzin. Of zoiets, of weet ik veel wat het is. Nou, minuten. Ik heb een hoop onzin gehoord daar, dat wel. Maar dan voel je toch weer ook de rechter van hem. Ja. Die dan dingen zegt. Bijvoorbeeld, ik heb flink wat kosten ingeleverd, laat ik het zo zeggen. En dan zei die advocaat van hem dat ik er zoveel mogelijk geld uit probeerde te halen. Terwijl er niet een actieve verbinding is tussen de traumaverwerking die ik heb gedaan. En dat echt komt door wat hij heeft gedaan, zeg maar. En dat vind ik dus ook het moeilijke als hooggevoelig persoon. En dan bedoel ik niet per se HSP, maar gewoon hè, groot empathisch inlevingsvermogen. Intuïtief persoon, spirituele mensen. Dat is gewoon heel hard. Van, weet je, wij hebben zoiets van, ik wist het toen al, alleen ik kon het niet bewijzen. Ik kan het met mijn cognitie en bewijs niet aanleveren bij de rechtszaak. En dan is het er dus niet. Mm-hmm. Zo werkt het wel in het rechtssysteem. En dat is heel koud en eenzaam en frustrerend. Maar de kosten die ik had opgedragen, die waren wel degelijk. Hè, rouwmassages, rouwverwerking, traumatherapie, dat soort dingen. En hoeveel kosten ben je dan gekomen? 20.000 euro. Zo. Ja. Om en nabij. Ik weet niet of het ietsje meer of ietsje minder was, maar om en nabij. Ja. En dat is ook wat je geëist hebt. Ja, ja. Wat is jullie eis geweest? Ik had tegen mijn advocaat gezegd, want mijn advocaat is natuurlijk uiteindelijk de persoon die de eis vraagt. Nee, dat is niet mijn advocaat, hoe heet zo iemand nou? Procesverbaal. Officier van justitie, werkt hij daar mee? Ja,
Ja, officier van justitie. Super lieve vrouw was het ook. Ja, wat is de aanklager vanuit de overheid? Ja, ja, die heeft dus wel ingediend dat alle kosten die ik heb gemaakt ook vergoed zouden worden. Plus smartengeld. En waar staat dat voor, smartengeld? Eigenlijk geld voor het leed dat je geleden hebt. Oh ja. Nou, zelfs al zou dat 50.000 zijn. Ja, welk bedrag kan er überhaupt tegenop, zou je zeggen? Dat kan niet. Ik bedoel, het zal echt zeker verlichting geven. Dat absoluut. Ja, als je er leuke dingen van kan doen, op reis van kan gaan. Traumatherapie verder kan voortzetten. Maar ja, je hebt wel gewoon levenslang, even los van hoe lang de straf is van de dader of de verdachte. Je hebt zelf levenslang. Dus ik heb alle kosten ook ingediend. En dan is het nog natuurlijk afwachten wat de uitspraak is. Hè? Of je dat goedgekeurd krijgt, ja of nee. En uiteindelijk mag ik al naar de uitspraak toe? Ja, nee, ja? Je mag. Ik denk dat we inmiddels wel een beetje de achtergrondinformatie van de rechtszaak mee. Ja. In november was de rechtszaak. En volgens mij een week later kregen we de uitspraak. En dat was, ik weet het even niet meer helemaal zeker, maar ik geloof 18 maanden celstraf, waarvan 6 onvoorwaardelijk. Dus anderhalf jaar, maar 6 maanden moet hij sowieso zitten. Ja. Ja. En dat andere heeft dan weer allemaal met goed gedrag en weet ik het wat allemaal te maken. Dus ja, als je voorwaardelijke straf krijgt, dan hoef je niet te zitten. En dan heb je wel regels, maar dan kun je gewoon een lekker leven leven eigenlijk. En hij moest mij 10.000 betalen. En mijn zus ook een bedrag, ik weet even niet meer wat. Maar zijn rechter, of tenminste, sorry, zijn advocaat, die zei dus ook dat de straf niet te zwaar mocht zijn voor hem, omdat dat zijn terugkeer in de maatschappij in de weg zou komen te zitten. Nou, dat was ook een moment dat ik die krachtsteen in mijn hand had en dacht, als jij nou even niet heel gauw je bek houdt, jij zit hier te pleiten dat mijn zus en ik minder geld krijgen voor de kosten die we al gemaakt hebben om te gaan met deze hele heftige shitzooi. En jij pleit ervoor dat we dat niet krijgen omdat het mogelijk niet door dit trauma komt. Want mijn zus en ik hebben al veel meegemaakt. Letterlijk zijn woorden. Maar wij moeten ons wel even zorgen maken over zijn terugkeer naar de maatschappij. Want deze kosten kunnen hem in de weg zitten. Of deze straf kan ervoor zorgen dat hij geen baan krijgt en nog verder in de problemen komt. Ik weet het niet hoor, chef paraat. Maar zie je mij boeien? Gewoon echt zero. Ja. En dat doet zoveel pijn in zo'n rechtszaak. Van oké, dus ik heb bewijs. Hè, ik lul niet zomaar wat met mijn 20.000. Ik heb bewijs. Ja. Ik heb getuigschriften van degene die mij geholpen hebben. Data, momenten van afspraken in de agenda van de therapeut, zeg maar. En dat wil je te niet verklaren. Maar zijn toekomst als volwassen man, die met willens en wetens gedaan heeft wat hij heeft gedaan. Daar moeten we voor opletten. Want als deze man niet terug in de maatschappij komt. Of als hij deze straf krijgt. Of als hij dit moet betalen. Of als hij geen baan krijgt. Nou, dan ben wel even mijn shit verloren toen, ja. Ik ben er goed mee omgegaan. Maar ik zat naast mijn advocaat. En ik ben opgestaan. Ik ben achter in de hoek gaan staan bij vriendinnen. En die hebben me vastgehouden. Maar nee. Ik snap dat iedereen zijn eigen werk heeft. Maar deze advocaat denk ik echt van, hoe kun je dit op deze manier willen verdedigen? Hè? Ik heb het niet over het verdedigen in general, maar op deze manier. Doe even normaal. Kijk even naar ons. Ja. Advocaat heeft niet eens naar mij en mijn zus gekeken. Kijk eens naar ons hoe we erbij zitten. Ze is ook, toen ze de brief voorlas, het was zoveel huilen. En toen zei ze sorry. En die rechter zei van, u heeft niets om zich voor te verontschuldigen. Nee, dat inderdaad. Vond ik wel echt heel mooi. Neem uw tijd. Het is helemaal oké. Dat was echt één moment van spark, van warmte, van erkenning. Even gezien worden. Ja, dat voel ik ook meteen. Oh ja, ja. Ja, want ik voel jouw boosheid. Hier ook we zitten weer allebei te janken, jongens. Kijk, hè, kom bij ons in de coaching. Labiel as fuck. Nee. Grapje, schat. Nee, ik hoor je en dan denk ik, wow, wat hebben jullie daar goed gedaan? En ik denk ook, ja, dit is dus het werk wel van een advocaat. En dit zal altijd geopperd worden, omdat een straf eigenlijk dient om iemand zo goed mogelijk weer uiteindelijk, hè, inderdaad gestraft en in een samenleving te krijgen. Dus ik voel jouw woede. En ik denk, ja, want dat is natuurlijk wel zijn werk. Maar voor jou is het op dat moment onmenselijk. Ja. En niet draaglijk. Omdat hij precies aansnijdt waar jij je dus niet gezien in voelt. Ja.
Ja. Waarom moeten we rekening houden met hem en mag ik mijn kosten niet declareren dan? Ja. Kijk, als ik gewoon alle kosten vergoed krijg die ik heb gemaakt, die ik ook kan aantonen. Nou, zit het hem daarin? Van als je die... Ik vind het onrecht, ja. Kijk, ja. Het gaat me niet per se om het geld. Nee, maar het is een stukje alleen onrecht. Alleen het financiële gedeelte is het enige wat ik er nog uit kan halen. Naast dat hij een gepaste straf krijgt. Ja. En het is niet eens geld eruit halen, want ik heb dit geld geïnvesteerd. Ja, het is in ook mezelf. Echt. Ja, ik snap het. Hé, hey, en jij gaf al even aan, hè? Dit is de uitspraak. Hij is daar niet mee eens. Dus zij gaan een hoger beroep. Ja, hij is in hoger beroep. Dus dat is nu aan de gang. Ja. Het is 9 maanden later. Ja. Hoe, weet je wel, is het van oké, in hoger beroep, ik hoor het wel weer? Of hoe gaat dat dan? Je hoort het vanzelf wel weer. Ik heb met mijn advocaat afgesproken, geen contact totdat er weer contact moet zijn. Ja. Omdat, mijn advocaat is een fantastische vrouw, maar het is wel elke keer confrontatie. Ja, dat lijkt me ook. En ik heb gezegd, ik hoef dat niet. Weet je, het is niet dat ik doe alsof het er niet is. Maar ik hoef er nu even niks mee, want het Hogere Gerechtshof is nog onderzoek aan het doen. Dus ik wil er ook even niks mee. Dus als er straks wel wat bekend is, dan heb ik weer contact met haar. Hmm. En je moet het eigenlijk zo zien, een Hoger Gerechtshof zijn hoger opgeleide rechters. Vraag me niet hoe dat zit, want dat weet ik niet. Maar hoger opgeleide rechters die dus opnieuw onderzoek gaan doen. Dus al het bewijs, al het onderzoek dat gedaan is... Dat wordt eigenlijk, nou kun je zien als dat wordt van tafel geveegd, komt een nieuw team op en die gaat dat hele onderzoek opnieuw doen. Gaat al bewijs lezen, bekijken, beluisteren, alles wat er gemaakt is en gedaan is, gaan ze opnieuw controleren. De verdachte en de advocaat die krijgen ruimte en mogelijkheid om dingen aan te leveren die ze als bewijs of tegenbewijs willen inleveren. Ik en mijn zus en onze advocaten natuurlijk ook. Mm-hmm. En als dat helemaal rond is, dan komt er weer een nieuwe rechtszaak. En daar weet ik dus verder ook nog niks van. Nee. Ik weet niet of ik nog een keer uitgenodigd ga worden voor een verhoor bij wie dan ook. Of dat ik op een gegeven moment gewoon te horen krijg van mijn advocaat. Dit is de datum van de nieuwe rechtszaak. Ik heb dit, dit en dit van je nodig. Kun je dat even regelen? Kom nog even langs, dan bellen we even. Of dan zien we elkaar even, gaan we dingen bespreken. En ja, ik snap wel wat je zegt hoor, lieverd. Want het is groot verschil van, oh, kijken van weg. Of ik moet de heid het fucking getriggerd worden door alle nieuwtjes. Ja. Heb je helemaal geen zin in natuurlijk. Maar het lijkt me wel, hey, wanneer gaat dat dan komen? Want dat kan zo weer 1,5 jaar, 2 jaar ook weer duren. Ja, alleen nachtmerries zijn vanaf moment 1. En dan bedoel ik vanaf het begin. Dus niet vanaf dat ik de brief kreeg. Begon ik met nachtmerries. Die begonnen in oktober. En in november op een woensdagnacht, ik weet nog als de dag van gisteren, werd ik weer wakker badend in het zweet en angst en schreeuwen. En Daan die echt naast me zag, Jezus, ja, wat is er aan de hand? Ja. Weet je, hij was ook gewoon geschrokken en bang. En dat was het eerste moment dat ik vertelde, want ik zei ook tegen hem van, dit zijn niet gewoon nachtmerries. Ik zie gewoon een verhaal in mijn nachtmerries. En daar waar het de ene nacht stopt, gaat het de volgende nacht gewoon weer verder. En er wordt ingezoomd. En de laatste tijd heb ik weer nachtmerries. En dat is voor mij wel een aanduiding. Ik weet niet hoe ver het onderzoek is. Maar het onderzoek is wel gaande. Dat weet ik wel. Nee, je bent connected ermee, bedoel je? Ja, ja, er wordt gewoon zelfs in mijn verleden gevoeld. Ja. Dat voel ik gewoon. En dat merk ik aan alles. Soms ook dan, weet je wel, voel je echt helemaal naar. Nou, zeg ik dat het altijd, als ik me moe voel, dat het daarmee te maken heeft? Nee, dat natuurlijk niet. Nee. Maar ja, daaraan geeft mijn intuïtie en mijn spirit guides wel aan van, hey, ja. Slowly preparing me for what's to come. Maar ik vind, ja, weet je, ik vind het wel inderdaad heftig. Ik denk ook weer, als die uitspraak er dan is, en ik hoop hè, dat je daar de uitspraak gaat krijgen die voor jou fijn zou zijn. Maar dat het vooral heel veel rust weer gaat teruggeven. En dat bedoel jij, want je weet niet waar je aan begint. Ja. Want kijk nou hoe lang het al bezig is. Ja. En hoeveel energie het schreeuwt. En willen het gewoon een plekje geven. Ja. En we willen niet doen alsof het niet gebeurd is. Vooraan voorbij gaan. Maar we kunnen het niet afsluiten. Dat kan gewoon niet, want het is nog bezig. Het is net of je bij... Nou ja, dat is natuurlijk weer totaal niet te vergelijken, omdat het heel iets anders is. Maar net of je met die ex de hele tijd toch bezig blijft of zo. Mm. Weet je wel, dat je niet je relatie kan sluiten. En dit is, nou ja, niet de relatie dus, maar wel omdat je de hele tijd eraan blijft denken. Ja. Hey, lieverd, je noemde inderdaad jouw zus. Ik zei dat al in de eerste aflevering van, hè, daar ben ik benieuwd naar. Hoe is dat voor jullie geweest? Want je bent dus altijd in verhoor apart geweest. Je maakt het wel samen mee. Jij was ook de eerste die het heeft gehoord.
Hoe was dat? Hoe was het? Koud en kil. Mijn zus wilde heel graag samen een advocaat. Dat wilde ik gewoon echt niet. Want mijn zaak is mijn zaak en jouw zaak is jouw zaak. Mm. En mijn zus en ik zijn echt van twee verschillende planeten. En de een is niet beter dan de ander. Maar geen zij steenboogje? Nee, ja, eigenlijk wel natuurlijk, want we zijn een tweeling. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dus zij is ook een steenboogje. Alleen, ik wil mijn eigen proces doen op mijn manier. Ik zit helemaal niet te wachten op feedback en commentaar van mensen uit mijn omgeving. Hoe ik het zou moeten doen of wat je ervan vindt. I really don't care. Ik doe dit op mijn manier. Ja. En mijn zus doet het op haar manier. Mm-hmm. En daar vind ik soms ook wel eens wat van. Dus ik wilde dat gescheiden houden. Mm. Ik wil niet dezelfde advocaat. Ik wil niet met nog iemand afstemmen met agendapunten. Wanneer kan jij? Weet je wel, dag gezeik, dag gedoe, flikker op. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Ik wil gewoon een advocaat bij mij in de buurt. Ik woon in Noord-Holland. Mijn zus die woont bijna in Zeeland. Weet je, ik vond het gewoon logischer, fijner. En dit was ook gewoon mijn keuze. En daar ben ik ook heel blij om. Ja. Dat ik dat zo gedaan heb. Nou, mijn zus en ik hebben heel veel meegemaakt. Individueel en samen, in onze jeugd ook. En ergens, ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken wat ik ervan merk. Is er wel een nieuwe laag van liefde opengegaan vanuit mij naar mijn zus toe. En die is denk ik ontstaan vanuit schuld. Van, oh, als ik niet zo'n rebelse puber was geweest, dan had ik niet bij mijn oom en tante gewoond. Had jij daar ook nooit geslapen. Oh, ja. Had jij dus ook niet op die beelden gestaan. Weer een stukje schuld. En tegelijkertijd ook van, hey, nogmaals, ik ben echt niet blij dat dit gebeurd is. Hij laat dat wel zijn. Alleen, we veranderen er niks aan dat het gebeurd is. Hoe bijzonder dat al die trauma's die mijn zus en ik in ons leven hebben ervaren en meegemaakt gedurende ons leven, die vaak los van elkaar waren, terwijl we tweeling zijn, dat we dit wel kunnen delen. Dat ik niet alleen hoef te zijn in opnames, dat zij niet alleen hoeft te zijn in opnames, dat we niet alleen hoeven te zijn in, hè, want je kan een heel leger meenemen aan mensen in de rechtszaak, maar hoe jij je voelt als slachtoffer, wat je op dat moment letterlijk bent natuurlijk, om dat niet alleen te hoeven doen. Ja, dat is wel heel, heel mooi. En ik vond het super mooi om mijn zus tijdens de rechtszaak haar verhaal te zien doen. Want kijk, ik ben altijd al geweest van, ook met agressie, weet je. Ik heb alles eruit gegooid en niet per se op de manier waarop ik zou willen. Maar goed, het is wel gebeurd. En mijn zus was tegenovergesteld, echt een binnenvetter. En om haar zo in haar kracht te zien en voor zichzelf op te komen en nagedacht over een brief geschreven. Ondanks alle emoties die voorbij kwamen, niet zeggen van, oh, dit lukt niet, ik stop. Wil kan iemand anders het doen? Nee, ik ga dit doen. En het maakt me niet uit hoe ik het doe, ik ga het doen. Zelfs op zo'n manier dat de rechter zei, u hoeft zich nergens voor te verontschuldigen, neem uw tijd. Dus ergens heb ik wel heel veel verbinding gevonden met mijn zus. Want mijn zus en ik hebben niet per se de meest geweldige zussenband überhaupt. En de mensen die over tweelingen hebben gehoord, die zeggen vaak, oh, wat amazing om tweeling te zijn. En ik denk vaak, geen idee. Hmm. En hier heb ik wel echt een stukje verbinding in gevonden met haar. Ja, mooi. Ook als je haar zo beschrijft, dan dat je echt haar een soort van kracht zag hebben op een bepaalde manier. Ja, onwijs. Ja. Ja. Ja, wel. Ja, weet je, hoe naar de situatie. Maar wel mooi wat je zegt, dat er een laag dan. Of ook vanuit jou dan vooral opengaat. Opend. Ja, je weet natuurlijk. Ja, we weten nu even niet. Je zus zit hier niet, maar. Ja, wat mooi. Ja. Hey, jij noemde ook al. Want inderdaad, nou, het proces is aan de gang. Maar je noemde ook in de vorige aflevering natuurlijk ook. En toen dacht ik, hé, dat is een mooie voor inderdaad. Als we het hierover hebben gehad in de rechtszaak. Maar jij bent natuurlijk nu ook nog heel erg bezig met jouw ontwikkeling en intimiteit, seksualiteit. Je zei ook, ik heb een vriend aan. Dit lijkt me ook dat je daar, ja, weet je, hoe is je seksualiteit op dit moment? Ja, nou, als we het over triggervragen hebben, dit is er één. Ja, nou, welkom in de taboekast. Ja, dank je. Op dit moment ervaar ik het als heel moeilijk. Hmm. 2 jaar geleden ben ik vanwege dit trauma dingen buiten de deur gaan doen. Daar ben ik niet trots op. Ik schaam me er ook niet voor. Omdat ik mijn redenen had om dat te doen en thuis niet gezien werd. Ja.
Ik ben heel dankbaar en trots waar we nu staan. Alleen het neemt niet weg dat wat ik gedaan heb, dat wat ik gedaan heb, dat heeft zijn littekens achtergelaten. Zowel bij mij als bij Daan. Mijn lichaam is veranderd sinds ik dit weet. Mijn verlangens zijn veranderd. Ik heb veel meer voorbereiding nodig. Als hij me verkeerd in mijn zij aanraakt, dan sta ik helemaal op spanning. Nou, no way Jose dat we seks gaan hebben. En dat is niet omdat ik het niet wil. Maar mijn lichaam is gewoon koud en op slot. Dus het gaat gewoon niet. Daar waar ik vroeger 3, 4, 5, 6 keer op een dag er bovenop sprong, omdat ik er zin in had en niks nodig had. Weet je, dus er is zo'n zee aan verschil tussen gekomen. En dat is voor hem verwarrend en dat is voor mij verwarrend. En je krijgt er ook geen boekje bij, hè? Van hé, zo kun je met dit trauma omgaan. Dit zijn de stappen die je kan doen. Dit werkt. En het allermoeilijkste is, je moet het samen doen. Want seks heb je natuurlijk, hè, is het ook belangrijk dat ik seks met mezelf heb en dat helemaal ga ontdekken en mijn lichaam opnieuw ga leren kennen en ga snappen en begrijpen wat ik nodig heb, wat ik lekker vind, wat ik fijn vind. En tegelijkertijd dien ik Daan daarin te betrekken. En ik heb hier niet voor gekozen en hij al helemaal niet. Maar we zitten hier wel en we moeten dit samen doen. En mijn manier is heel anders. Ik zou heel graag naar een tantra-workshop willen, naar tantra-retreats, tantra-weekenden. Weet je, vind ik het spannend? Natuurlijk vind ik het fucking spannend, weet je. Ik heb geen idee wat we daar gaan doen. Gaan we met z'n 20 naakt in een cirkel liggen met tafels en van alles bij elkaar doen? Ik weet het niet. Ik heb er geen voorstelling bij. Alleen ik voel dat ik die kant op wil. En hij heeft zoiets van, ja, jij met je tantra, ik vind het helemaal goed met je. Ik heb daar helemaal geen zin in. En dat snap ik ook. Alleen, ik wil het wel samen doen. Natuurlijk, ik wil ook alleen dingen doen. En ik wil alleen naar een seksuoloog. En ik wil alleen over mijn trauma praten. En me weer veilig voelen op die manier in mijn lichaam als we naar seks toe gaan. En ik wil het samen doen. En dat is soms wel echt lastig. Want een vluggertje, dat zit er momenteel echt niet in. Het gaat gewoon niet. Mijn lichaam gaat niet. Mijn lichaam gaat niet open en hè, rode daken, natte kelders. Ja, ik weet nog wel wat we bij een coach hadden. Dan hadden we een dik slol. En ja, wij hebben allebei een beetje dat verhaal van, nou ja, kom maar door. En nou ja, hè, het maakt niet uit. En Jan en alle man kan er bovenop bijna. We hebben geen 7 uur opwarming nodig. Maar dan kom je misschien, en ik weet je wel, want hè, ik snap dat bij jou nu het trauma, en dat is er ook echt. Maar ik denk bij mij ook wel, überhaupt in het ouder worden. En anders naar seks kijken en een verbinding. Dat ik denk bij heel veel mannen, vrouwen, maakt het niet zo heel veel uit. Maar als je op een bepaalde leeftijd komt, een bepaalde diepgang in je leven, dat je dat ook op seks gaat zoeken. Ja. En dan is het niet meer alleen maar, soms ja, voor mij dan, voor jou dan even niet. Voor mij is het soms lekker, een vluggetje. Maar soms is het ook juist de diepgang. Ja. Dus ik snap wel heel goed dat je... Nou, het is dus dat niet dat ik geen vluggetje wil. Nee, ik weet het. Oh, oké. Ja. Ja. Nee, maar wat je zegt, ja, als je echt op slot schiet. Ja. En ja, ik denk sowieso, als je lang samen bent. Daan en ik zijn nu in oktober 9 jaar samen. Niet altijd samen geweest. We zijn ook 2 keer uit elkaar geweest. We maken nu ook een fascinerende, bijzondere reis. En we doen het vooral op onze manier. En niet zoals de maatschappij dat als normaal of als relatie ziet of ervaart. Maar ik ben soms wel eens gewoon helemaal de draad kwijt van wat kan ik nou? Wat moet ik nou? Wat werkt? Want ik wil hem respecteren en honoreren in zijn verlangens, wensen en grenzen. En tegelijkertijd wil ik hetzelfde voor mezelf. En niet voorbij gaan aan mijn grensverlangens, wensen en dat soort dingen. Het lijkt me op dit moment wel moeilijk, omdat hoe het klinkt is dat jij, ja weet je, nou ja, moeilijk, maar je bent gewoon in een bepaald proces. En dat het misschien even mismatcht eigenlijk met wat jullie willen. Ja, zeker. En dan moet je elkaar wel kunnen blijven vinden. Ja. Maar we kunnen daar heel fijn over praten. Dat is echt amazing. Maar Daan, ik heb een heel leuk retreat. Die ga ik straks even met Naomi bespreken. En dan ben ik er ook, met mijn vriend. Nee, maar dat is een tantra retreat, maar wel lekker, een beetje lekker aard. Oh ja. Maar dat is misschien wel een goede tussenstap dan. Maar goed, oh, oké, even. Ja, ik zal straks vertellen. Maar even terug. Maar ja, wil je ons eens meenemen? Want je bent natuurlijk ook zelfcoach. Ik weet bij jou dat plantmedicijn ook heel erg helpt in de traumaontwikkeling. Maar misschien wil je ook eens vertellen. Ik weet dat je ook bijvoorbeeld een aantal dingen al hebt gedaan rondom het aanraken en de seksualiteit. Hoe moet ik het eigenlijk noemen? Ik
weet eigenlijk niet, hoe noemt Alice zichzelf? Bijvoorbeeld? Hoe noemt Alice zichzelf? Oeh, weet ik niet. Nee, hè? Nee. Weet ik niet. Maar zou je daar iets over willen delen? Over mijn sessie bij haar. Ja, of überhaupt het stuk, weet je wel, want er is natuurlijk een stuk trauma waar je mee aan de slag bent. Ja. Is ook een deel van je werk. Ja. Nou, ik geloof er heel erg in. Ik geloof er niet alleen in, voor mij is het ook de waarheid. Maar ik zeg het graag op die manier, omdat ik ook geloof dat andere mensen een andere waarheid kunnen hebben. Trauma wordt in ons lichaam opgeslagen. Of we dat nou willen of niet, of we het nou weten of niet, of we ervoor kiezen of niet, het gebeurt. Punt. Dus alle therapie die je doet om iets te verwerken is vaak en veel gericht op of cognitie, zeker in de reguliere gezondheidszorg, allemaal cognitie, deels mentaal of emotioneel. Alleen het lichaam wordt zo vaak vergeten. Terwijl ik kan het hier allemaal wel op een rijtje hebben, maar als het trauma nog in mijn lichaam zit, ja, dan ben ik halverwege. Hè? Mm. Dus het is niet dat het cognitie weggelaten moet worden, alleen ik vind dat het lichaam meer meegenomen moet worden. En er is natuurlijk op zoveel manieren misbruik gemaakt van mijn lichaam, dat consent een hele belangrijke is voor mij om te voelen wanneer geef ik consent en dat daar ook aan gehonoreerd wordt. En vorig jaar hebben wij een supermooie coachtraject gedaan samen. En Ellen was een medecoachie. Ja, ze zat ook in het coachtraject. Ja, medecoachie. En ik vind super mooi in groepsprogramma's met coachings. De deelnemers, dat zijn de allergrootste spiegels die je maar kan wensen. En soms triggerende spiegels en soms hele mooie spiegels. Dus mooi zijn ze uiteindelijk altijd. Alleen soms zit er weerstand voor. En Ellen die geeft dus inderdaad tantra weekenden. Maar ook godinnenmassages met body de-armoring. En dat heb ik bij haar gedaan. En dat was een van de meest magische sessies die ik ooit gedaan heb. En ook een van de meest confronterende sessies, absoluut. Want je ligt daar half naakt en je wordt gemasseerd. Dus ze bereidt je ook echt voor dat je helemaal in diepe ontspanning bent. En dat je je veilig voelt. En dat doet ze als de beste. En daarna komt de body de-armoring gedeelte, laat ik het zo even noemen. En dan gaat zij dus stapje voor stapje verder, waarin niet alleen ik de regie heb, maar ook mijn lichaam. Dus ze geeft ook heel duidelijk aan van tevoren, jij hebt wat te zeggen, maar je lichaam vertelt ook wat. En dus het kan zijn dat we met ons hoofd soms nog nee zeggen, terwijl het lichaam wel al ja zegt. Of andersom. Of andersom, ja, inderdaad. Dat het hoofd ja zegt, maar het lichaam nee zegt. En ik heb immens veel gehuild tijdens die sessie. Want het is kwetsbaar, het is confronterend, het is pijnlijk, het is verdrietig. Mm. En tegelijkertijd ook zo mooi dat een vrouw op die manier aan je zit. Want voor jullie beeldvorming, ze is dus ook wel echt bij mij naar binnen gegaan. En daar zaten allemaal verhalen op bij mij. Van nou, ben ik dan nu lesbi? Ben ik bi? Hebben we dan nu seks? Dit kan toch niet? Of doe even normaal? Of kan een man het niet doen? En na die sessie is er zoveel in werking gesteld. Dus de verbinding tussen mij en Daan is veel dieper geworden. Alleen bij mij is er veel meer bewustwording gekomen op wat mijn lichaam nodig heeft om fijne seks te hebben. Want seks en fijne seks zijn ook twee verschillende dingen. En wel mooi dat je vanuit zo'n sessie dat dus nog beter kan voelen. En ja, ook, wat wil mijn lijf? Ja. Want ik denk dat wij, want jij noemde het andersom, maar ik denk dat wij eerder met ons hoofd al zeggen, ja, nee, maar kan wel. Maar wat wil ik nou eigenlijk? Of wat laat mijn lijf nou weten, weet ja, je? Ja. 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 Nou, 3-10 keer ja, jongens. Dat je het weet. Ja, en we hadden het natuurlijk net ook over transgenerationeel trauma. Dat lichaam moet je meenemen. En dat is niet omdat ik vind dat dat moet. Ik bedoel, ik ben meestal heel netjes wel, maar het moet. Dat, het is zo, weet je, dit is ons voertuig op aarde. Dit is waarmee we voelen, waarmee we bewegen, waarmee we meemaken, ervaren.
Onze zintuigen zitten in ons lichaam. Dankzij onze zintuigen in dat mooie lichaam nemen we de wereld waar zoals we de wereld waarnemen. En kunnen we lopen en kunnen we liggen en kunnen we seks hebben kunnen en daarvan vrijen, genieten ja, en ja. Begeerd worden. Dus het is zo fucking belangrijk dat we dat lichaam meenemen in traumaverwerking. En in daarnaar luisteren van oké, wat je zegt inderdaad, wat heeft mijn lichaam nu nodig? Waar heb ik nu behoefte aan? En voor mij is het wel even een game changer dat ik dus de laatste tijd veel meer behoefte heb aan intiem knuffelen en zoenen. En de seks hoeft voor mij eigenlijk niet eens per se. Terwijl voorheen, ja, rode donder, ik kon er geen genoeg van krijgen, weet je. Ga met die banaan. Wanneer is de volgende keer? En dat is voor mij ook raar van oké. Ben ik dan zo veranderd? Ben ik saai geworden? Is dit tijdelijk? Is dit forever? Ja. Gaat er hierna nog iets komen? Je weet het niet. Nee. Dus zou er wel oké mee zijn? Nou ja, iets meer verlangen misschien naar gewoon die seks. Nou, ik heb wel een beslissing voor mezelf gemaakt. En het maakt mij niet uit wat ik ervoor moet doen om die plezier op die manier weer terug te krijgen in de seks. En vorige week, vrijdag, hebben Daan en ik nog amazing seks gehad. En dat helpt me ook heel erg. Ja, nee. I love you. Ah, poepie. Dat helpt me wel heel erg. Die momenten dat het wel helemaal klopt. Dat die machine helemaal geolied is. Ja, en dat het klopt. En dat het stroomt. En letterlijk spuit. Ja. En, ja. Weet je. Hoi in de boekenkast. Hoppa, het gaat opeens over squirten. En ja joh. Spuiten en slikken hier. Ja. Nou, dus zou het best goed kunnen doen. Ik denk dat mensen het wel leuk vinden bij ons. Ja. Ik het ook. De kamer is er ook al wel mee. Ja, met al het roze. Nou ja, rood, roze. Ja, nou, precies. De twee rode. Ja. Nou, wie weet. Wil je nog een extra podcast van ons? Dat kunnen we zo regelen hoor. Zou je zo goed kunnen doen. Spuiten en slikken. Ja, ja maar goed. Hey, oké. Maar ja, fijn om te horen dat je dus wel ook die momenten wel hebt. Omdat het misschien even klonk van ja, we zoenen en we knuffen. Maar dat er toch nog een moment te zijn. Ja, en ik denk, wat jij vertelt dan, dat je zo zelf ermee aan de slag bent, dat het ook, dat je ook merkt van, hey, we kunnen daardoor ook weer zulke, seks hebben of weet ik het wat. Dat je het ook meteen merkt aan elkaar. Ja. Ja. Hey, lieverd, we zijn al even een tijdje bezig. Ongekend. Ja, ongekend. We hadden eigenlijk ook nog heel veel luisteraarsvragen. Maar wat ik denk is dat we gewoon even tegen die tijd een Instagrammetje live moeten gaan doen of zo. Ja, leuk. Dan laten we daar nog. Mochten jullie nog meer vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, moet je even de informatie of de socials in de gaten houden. Want dan kunnen we misschien even nog wat meer vragen beantwoorden. Lijkt me leuk. Gaan we allemaal helemaal niet meer redden, zit ik te kijken. Hey, lieverd, ik wil je nog heel graag even je eigen podium geven. Maar ook wat ik al zei van, je hebt een stukje traumaheling bij me bezig nog steeds. Maar ook je plantmedicijn. En ik weet dat natuurlijk, want ik volg op dit moment, ik moet nog gaan starten natuurlijk, maar de microdosering bij jou. Zou je ons daar eens mee willen nemen? Want dat is volgens mij wel iets wat je in de toekomst ook blijft doen, ook als deze podcast online staat. Zeker, ja. Nou, wat je zegt, plantmedicijnen hebben mij enorm geholpen. Ik had vroeger echt onwijs veel weerstand, zat enorm in mijn hoofd. Alles moest bedacht zijn en cognitief en logisch zijn en moest het vooral allemaal begrijpen en voelen zat er zeker niet in. Totdat ik mijn eerste plantmedicijnceremonie deed en dat was geen leuke ervaring, kan ik je vertellen. Hoe oud was je toen? 25, denk ik. Ongeveer 25, ja. 2019, ja, was ik 25. En was dat meteen een ceremonie? Want ik ken truffels gewoon van, hey joh, we gaan leuk samen truffels gebruiken met vrienden. Ja, nee, dit was een ayahuasca-ceremonie. Ah, ayahuasca zelfs. Mijn eerste plantmedicijn ever was ook gelijk. God, je gaat ervoor. The grandmother of all. Ja. En ik ben mezelf daar zo enorm tegengekomen. In weerstand, in hoeveel hekken en muren ik allemaal wel niet opgezet had. Zodat niemand binnen kon komen. Zodat ik veilig kon zijn. Wat natuurlijk mega eenzaam is. En zo is mijn liefde voor plantmedicijnen geboren en gegroeid. Heel veel plantmedicijnceremonies gedaan. Heel veel verschillende soorten ceremonies gedaan. Heel veel verschillende soorten plantmedicijnen gedaan. En um,
Ja, hoe is mijn liefde voor de truffels ontstaan? Ik gaf een truffelceremonie op een eiland hier in Nederland tijdens Whoppy Island. En ik had daar, pin me even niet helemaal vast op de aantallen, dat weet ik niet precies meer, volgens mij 18 deelnemers en 3 spaceholders. Dat was mijn eerste keer. En ik heb daar gewoon een initiatie ontvangen in die tipi-tent op dat eiland, waarin de truffels tegen me zeiden, dit is het werk dat jij gaat doen. Nou, zo. Klinkt nog wel een beetje gek ook om het zo in een microfoon uit te spreken, but it is what it is. Ja, bij deze spiritueel als fuck. Ja. Wat je nog niet door had, jongens, bij ons. Spirikast, geen taboekast, maar ja, spirikast. Bij deze. En ik weet nog dat er een moment was dat ik voelde dat ik naar een van de deelnemers toe moest. En ik ging naar hem toe. Ik vroeg, hoe voel je je? En ik weet niet meer wat hij zei, maar ik voelde intuïtief van, je hebt even wat nodig. Dus ik nam hem mee. En ik zette hem op een stuk grasveld voor allemaal maïsvelden. En ik ging achter hem staan met mijn armen open. Hij zakte op een gegeven moment door zijn benen heen. En ik schrok toen, want ik dacht, oh my god, ik heb het helemaal verneukt. En weet ik het wat allemaal. Ik ving hem op, zette hem weer neer. Toen gebeurde dat nog een keer. Toen dacht ik, oké, dat gaan we niet nog een keertje doen. Dus ik heb hem in mijn schoot gelegd. En hij heeft daar gewoon letterlijk een awakening gehad. Dus hij mocht echt letterlijk door zijn knieën heen zakken om vervolgens een nieuw leven in te stappen. En dat was voor mijzelf het bewijs, oké, even los van dat mijn mind heel veel moeite heeft met te geloven dat wat er net is gebeurd met die initiatie en dat de truffels tegen mij spraken, is dit ook mooi bewijs dat ik dit heb te doen. En zo is mijn liefde voor de truffels ontstaan. Ja. Ben ik me daarin gaan verdiepen. Ben ik samen met een vriendin, Meerte, ben ik truffelceremonies gaan geven. Magische ceremonies gegeven. Waarin we het ook vaak hebben gecombineerd met adem of met cacao of met allebei. Ja. En dat is nu dus ruim 3 jaar dat ik dit werk doe. Met truffelceremonies. En wat ik lastig vond, was dat ik heel veel mensen sprak die wilden deelnemen aan een ceremonie. En het uiteindelijk niet deden, omdat ze het te spannend vonden. En laat ik vooropstellen, tuurlijk is het spannend. Daar ga ik geen doekjes om winnen. Dat is. En dat mag. Alleen laat het alsjeblieft geen reden zijn om het niet te doen. Ja, is toch dat ego dat je wilt beschermen. Ja, keihard het ego dat wilt beschermen. Controle houden. 9 van de 10 gevallen dan natuurlijk. Ja, precies. Maar ga het doen. Ga het alsjeblieft doen. Als je zoiets hebt van, ik word hier naartoe getrokken. Ik ben nieuwsgierig. Weet je, het moment dat jij een gesprek aanvraagt met iemand die dat organiseert, heb je zelf al een miljoen stappen ondernomen om tot dat gesprek te komen. Weet je, dus maak dan ook een beslissing voor jezelf om het te doen en het niet te doen omdat je bang bent of omdat het spannend is. Want dingen die nieuw zijn, zijn spannend. Gewoon spannend. Net zoals hier zitten. Ja, precies. Ja. Weet je, het is, soms krijg ik een vraag veel. Ik denk, oké, ja. Maar ik heb ja gezegd, dus doe ik dat ook. Ja. Feel the fear and do it anyway. En toen, zo is dus microdosing begonnen. Zodat mensen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met truffels, met plantmedicijnen. Wat is het? Wat zijn het? Wat doet het? Zonder dat, want mensen zijn vaak bang voor het tripgedeelte en de controle verliezen en dat soort dingen. En ik heb zoiets, dat is het ego. Het ego wil controle. En harddrugs zijn echt wel wat anders dan plantmedicijnen. Wat in de volksmond echt nog wel heel vaak vergeleken wordt met elkaar. Truffels zijn drugs. En mijn reactie daarop is, dat wat in de natuur groeit is medicijn, want daar hoeven we niks voor te doen. Mama aarde schenkt ons dat. Vandaar plantmedicijn. Precies. Drugs wordt door mensen in een laboratorium met chemische producten gemaakt. Dat is drugs. 2 totaal verschillende werelden. En het microdoseren doet zoiets moois, of tenminste niet 1 ding. Hoe ik het uitleg, is het levert je bewustzijnsverruiming op in die zin dat je als het ware als een adelaar boven jezelf kan uitstijgen en bewust wordt en bewust bent van wat er in jou leeft. En dus wat we vaak doen in het dagelijkse leven is we identificeren ons met onze gedachtes, onze emoties, onze verhalen. Alleen wij zijn niet onze gedachtes, we zijn ook niet onze emoties, we zijn ook niet onze verhalen, we zijn niet ons verleden, we zijn... Ja, wie zijn we? We zijn licht.
We zijn spirituele wezens die een aards bestaan ervaren. En daarin ervaren we ook gedachtes. We hebben gedachtes, we ervaren emoties. Die willen gevoeld worden, die willen door ons heen stromen. Die willen daarna ook weer losgelaten worden, zodat de energie weer kan transformeren. En dat uitstijgen boven jezelf als het ware als een adelaar. Dan heb ik het hier dus absoluut niet over ego. Maar bewustzijn van oké, wat voor verhalen, wat voor gedachtes komen er nou op een dag eigenlijk allemaal wel niet langs bij mij? Welke emoties, welke gevoelens komen er op een dag langs bij mij? En in welke situaties, in welke omgevingen, of dat nou een locatieomgeving is of mensomgeving is, voel ik wat en voel ik me hoe? Zodat je dus bewustzijn krijgt over onder andere waarom je doet wat je doet, waarom je laat wat je laat, waarom je voelt wat je voelt, waarom je bent wie je bent en wat je kan en mag doen om te zijn en te worden wie je wilt zijn. Mm-hmm. En daar ondersteunen truffels heel erg bij, zonder dat je in ceremonie hoeft en dus zo'n dusdanige hoeveelheid hebt waardoor je gaat trippen of waardoor je gaat hallucineren. En want dus de uitleg inderdaad. Maar wat kunnen we dus bij jou volgen? Nou, onder andere Micro Mastery Microdose. Dat is een 2 maanden programma. Dat is een online programma, dus je doet het gewoon lekker zelf thuis. Via WhatsApp en de mail krijg je alle coachings en teachings van mij. Van oké, wat zijn truffels? Hoe werkt het microdoseren? Wat is microdoseren? Ja. En bovenal help ik mensen bij het integreren en het implementeren van de inzichten die je krijgt. Want we krijgen genoeg inzichten. Alleen wat ga je vervolgens doen met die inzichten? Dus wat kun je doen met mij? Je kunt je aanmelden voor het Micro Mastery Microdose programma. 2 maanden programma. En je kan je aanmelden voor een truffelceremonie. Ja, dat kan allebei natuurlijk. Ja, kan allebei. Maar ik zit eens te denken, omdat we de Insta Live toch gaan doen. Kijk, ik ga nu beginnen. Dus ik denk dat het een hele mooie is. Want dan kunnen mensen ook vragen stellen van, hey, inderdaad, hoe is het? Ja. Want ik denk alsnog, je legt het heel goed uit, maar het is nog vaag. Want wat gaat er dan precies doen? Oké, ik ga mijn emoties voelen. Ja, en dan? Kan. Ja, hoeft, nee, maar ik hoef niet eens. De dingen die je zegt, dan denk ik, ja. Nee, hebben de helft van de mensen die denken, nou, laat lekker zitten. Ja. Maar wat heeft het jou bijvoorbeeld gebracht? Het heeft mij gebracht dat ik uit mijn hoofd een keertje stap. Ja, oké. Uit die fucking verhalen die oneindig zijn met wat alsjes. Ja, maar dat bedoel ik. Want dat wat uit je hoofd stappen, oké. Maar dat brengt dus heel veel. Want dan ga je dus echt staan. Dan ga je de dingen doen die je wil doen. Dan ga je keuzes maken vanuit je hart. Weet je wel, dat. Ja. Je bent niet meer bezig met het verhaal in je hoofd. Het jezelf klein houden. Of als ik dit doe, dan is het mogelijk dat mensen me gaan zien en mensen klant bij me willen worden voor de ondernemers onder ons. Of dat mensen me serieus gaan nemen. Of dat ik die loonsverhoging krijg waar ik al zo lang om vraag. Of dat ik een leuke partner krijg, wat het ook voor je is waar je naar verlangt. Daar krijg je bewustzijn op. En de truffels ondersteunen je bij het inzien van de dingen die je anders moet doen. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ja. En hoe ziet dat er dan uit? Plus, hoe wil ik mij voelen? Want we voelen ons allemaal wel eens op een moment dat we denken, nou, dit is het niet helemaal. Maar hoe wil jij je voelen? Op een dag, in een week, in een maand, in het jaar? Welk leven wil je leven? Welke vrouw, welke man wil je zijn? Welke dingen wil je doen in het leven? Welke dingen staan er nog op jouw verlanglijstje? Ja. En dan krijg je daar dus meer helderheid over. Veel meer helderheid, omdat de ruis weggehaald wordt uit je hoofd. Omdat je duidelijkheid krijgt. En je wordt fucking hard gespiegeld. En ik ga heel eerlijk zijn, dat is echt niet altijd leuk. Nee, dat klopt. Nee, maar goed, de mensen die met jou werken zijn denk ik ook de bewuste mensen die weten dat dat erbij hoort. Ja. Want anders, ja, weet je, alleen maar liefde. Ja, daar groeit niemand van. Nee. En stel jezelf ook de vraag, ben jij nu gelukkig op de plek waar je bent? In je leven, in jezelf, met je lichaam, je gedachten, je werk, je baan, salaris, huis, relatie, alles. En als het antwoord nee is, dan dien je dus een andere keuze te maken. Punt uit. En wat je gaat doen, dat is een ander verhaal. Maar je dient een keuze te maken. Je dient dingen anders te doen. Ja, of niet. En dan blijf je erin hangen. Ja, dan blijf je erin hangen. Dan is ook een keuze. Ja. En misschien nog wel een keuze. Ik geloof wel voor veel mensen dat dat niet eens een keuze is. Want ja, dit is toch wat het is. Dit is mijn leven.
Ja, nee, die doen net of er geen keuze is. Ja, ja, goed, ja. Terwijl er is wel een keuze. Er is altijd een keuze. Ja, dus daar maar bewust van zijn. Ook, hè, natuurlijk even terug naar de podcast. Van, hè, ook met, hè, waar we het natuurlijk over hadden met je oom en je tante. En ja, zij had eigenlijk ook een keuze. Weet je, ja, ook al die heeft ze nog steeds. Ja, of ook al voelt het misschien, heb ik geen keuze, weet je wel. Ja. Ja. Maar goed, oké, we zetten alle informatie even erin. De Insta Live die we gaan doen, moeten we het niet vergeten natuurlijk. Nou, jullie gaan er ons aan herinneren natuurlijk. Kunnen we dit ook even meenemen, maar voor de rest, lieverd, je zei het al net. Soms stel je me een vraag, maar ja, dankjewel voor je, denk ik, dappere, kwetsbare verhaal. Ik heb er zelf geen woorden voor, maar ja, ik denk dat je heel veel dames hier, en wat ik zeg, en mannen dus, hier en heb verder begeleid. Want ook jouw verhaal, hè, of hè, hoe Daan het dus ervaart. Kijk, mannen hebben hier automatisch ook mee te maken. Ja. Ik heb het even niet alleen maar over ja, de daders, in jouw geval dan. Maar vooral ook de mannen die ook weer naast ons staan. Ja. En dit ook meemaken natuurlijk. Ja. En hey, hoe mooi is het dat jij het verhaal hebt geopend voor iedereen. Man, vrouw, maar die hier mee te maken heeft. En dat zijn er toch wel veel meer dan we denken. Zeker. Want dat is ook natuurlijk waarom we hier zitten. Ja. Omdat het te weinig wordt besproken, maar het ook zo fragiel is. Ja. Dus dankjewel voor je openheid, kwetsbaarheid. We hebben lang niet alles kunnen bespreken, nou ja, wat er op het lijstje stond. Dat komt bij de Instagram Live. Nogmaals, ik heb het al gezegd, podcast 1, podcast 2. Wil je nou om iets laten weten? Ja, dat denk ik. Stuur me een berichtje. Ja, ja, lijkt precies. Me heel erg leuk om van je te horen, om je te zien. Als je iets wilt delen naar aanleiding van de podcast. Als je een vraag hebt over mijn verhaal, over je eigen verhaal, over een proces waar je doorheen gaat. Als je benieuwd bent waar ik je mee kan helpen, altijd heel welkom om mij een berichtje te sturen. Ja, zeker. En jij ook bedankt, lieverd, voor je tijd, voor je uitnodiging, ja, voor het leuke gesprek. Het leuke gesprek? Ja. Nou ja, soms hebben we nog gelacht tussendoor. Ja. Maar ik vind wel dat dat onze kracht is. Dat we, terwijl we het over diepe, zware gesprekken hebben, ook nog steeds grapjes kunnen maken en lol kunnen hebben. Ja, dat vond ik ook wel heel fijn. Ja. Ja. Dus en straks lekker uit eten. We gaan nu uit eten, want ik zie het al. Daar zouden we eigenlijk nu op moeten zijn. Dus ik moet straks gaan bellen, want die gaan mij bellen. Hallo, kom je nog dit al? Joehoe. Dus wij gaan lekker eten. Hebben we dik verdiend. En dus ik zie jou bij de volgende aflevering. Doei. Ciao, ciao.